Ik ga. Maar goed, er komt de mechel, die komt aan het schuifje. En zegt mevrouw Pastoor, ik heb gezonderd. Ik zeg, ik hoef niet uit te leggen wat, ik weet het al en u komt er met drie wc-groetjes niets vanaf. Ja, hij hangt tegenwoordig de onschuld uit, hè. Hij is de laatste weer onschuldige meisjes gaan helpen in de derde wereld. Ik zeg, als boetedoening veroordeel ik u tot het schoonmaken van de kerktoren. Haal daar alle duiven en alle duivenstom maar eens uit en dat zal je wel leren. Maar goed, ik kwam ook niet, zeg maar, de hele harde spelen. Dus ik zeg, ik zal je erbij helpen, meneer Magel. En als je daar dan boven staat, daar op de kerktoren, dan zie je pas goed wat God ook allemaal ziet, hè. Geen verschoning, geen enkel in elkaar. Ik kom op zo in de slaapkamer aan kijken van Dick Fuik. Ja, niks te zien, gordijnen dicht. En ik kom ook zo in de slaapkamer kijken van prins Zot de Eerste. Oh, wat ik daar zie op zeggen. Prins Zot, u mag de vuile onderbroek en allemaal wel eens opruimen. Maar toen, dames en heren, toen keek ik naar het raam van meneer Snapvangers. Die van die platte buis. En die was zijn vrouw. Sorry, Anja aan het vragen. Zo voor het open raam. Zo voor het open raam. Ja. Vol schandaal eigenlijk, hè. Zou je zeggen? Ja, hij was de raam aan het zeven. Dat kon Anja niet met een gewone pols. Maar goed, en toen wou Ad Verrijen, die wou nog in de biechtstoel komen. Ik zeg, ja Ad, ik heb nu de laatste keer fysiek gebiecht. Ik doe het alleen maar digitaal. Toen heeft sorry Marian gezegd, Ad, dan zullen wij te lange lessen toch ook aan een computer moeten. Oké, zegt die Marian, dan gaan we zaterdag naar Jacques Verwijk en dan kopen wij er één. Hey. Ja, en gelijk moet ik aan in mijn laptop. Schrijft u het e-mailadres van Ad en Marian alvast even op. Dat is ad@wiek4.nl. En dus, ja, daar was hij, hè, op een gegeven moment gewoon in de lucht. Was in de lucht, Ad. Ad was in de lucht. Ad alleen. Ja. En de vroegstroom, zegt hij. Ik heb ons Marian jaren tekort gedaan. Ik zeg, oh, zegt u, ja, ik heb ze jaren tekort gedaan. Ik zeg, Lorie, zwaar van? Nou, ik kan niet koken. Nou, toen heb ik het hem vergeven en toen zei ik van, nou komt u op de lunchroom, de coffeeshop, komt u bij ons een kookcursus delen. Dat begint donderdagavond om 8:00. En daar had Ad wat problemen mee. Want dan komt hij om 9:30 niet bij de badminton zijn. Ik zeg, kom nou toch maar Ad, het duurt allemaal niet zo lang. En zo gezegd, zo gedaan, op zekere donderdag is Ad gekomen en zijn we om 8:00 begonnen met de eerste les. Water koken. Met uitleg 8 minuten. Dus Ad, die kon om 9:30 op de badminton zijn. Hè? De tweede les, een zacht ei koken. Ja, met uitleg, 11 minuten. Dus Ad kon op tijd op de badminton zijn, hè. En de derde les, het eten opwarmen in de magnetron. Dat kwam er wel goed uit, want hij had al jarenlang een magnetron onder de trap staan. En ja, goed, dat was 15 minuten, dus hij kon toch nog op tijd bij de badminton zijn. Toen is hij te lange les, heeft hij op een gegeven moment gezegd, het niveau wordt toch wel heel moeilijk. Dus hij is bij zijn verjaardag, is hij toen cadeaus gaan vragen aan de familie om het koken te ondersteunen. Van zijn Piet kreeg hij een waterkoker. Van Jo, van zijn Piet, kreeg hij een eierbekker. Alleen dat was nog bijna fout gegaan. Want Jo, van zijn Piet had de eierbekker bij de bushalte laten liggen.
En dat zullen jullie wel denken, dat heb ik al vaak gehoord, dat verhaal van de bushalte. En dat klopt dus. En nu weten jullie ook gelijk dat Chrisje Schalk er verantwoordelijk voor is dat Aad weer nooit meer te laat op de badminton komt. Ja, dames en heren, er komen rare vogels biechten. Zo ook Wilde Grammans van de Zagers. Die is tegenwoordig chauffeur van de gemeente. En die rijdt dan Kees Schoenmakers naar kantoor. En die kwam dus in de lucht en dan zegt meneer Verstorp, ik heb een zware fout gemaakt. Ik moet boete doen, want door mijn toedoen moet Kees Schoenmakers aftreden. Ik zeg, hoezo dan, Wil? Ja, ziet hij, het is mijn fout. Ik zeg, hoezo dan? Nou, ziet hij, ik heb laatst Kees opgehaald om naar Breda te rijden. En ja, wij rijden zo langs de Bieberg. Er staat een vrouwtje te liften. Ik stop, ik zeg, waar moet u naartoe? Ja, ik moet naar Breda. Oh, wij moeten ook naar Breda. Oh, wip dan maar achterin. En dan moet Kees aftreden. Maar, zegt hij, dat is nog niet het ergste. Door mijn fout kon Dick Fuik nou in de gemeenteraad. Ik zeg, nou, ik krijg net een mededeling van bovenaf. Het zij je vergeven als je direct maar met mevrouw Pastoor twee pilsjes komt drinken aan de bar. Mensen, tot ziens op www.lunchenbiecht.com of bij ons in de coffeeshop.